Vorige week tijdens de presentatie van de jaarcijfers kondigde Toon Gerbrands aan te willen lobbyen in Politiek Den Haag om de excessieve belastingen die clubs moeten betalen bij transfers van spelers aan te passen. Ik wil best belasting betalen, ik wil best een aantal zaken doen, maar ja, onze concurrentiepositie gaat gigantisch achteruit met zeg maar de 9 miljoen die wij nu al extra moeten betalen en al dat extra maatregelen die we een paar jaar geleden niet hadden. En nogmaals, iedereen roept voetballers verdienen heel veel, maar dit moet een club betalen. En niet de spelers. Dus ik bedoel, dit is alleen maar iets wat de supporters, wat ons raakt, wat sponsoren raakt. Dus daar vragen we aandacht voor. En die oproep van de algemeen directeur had meteen succes en dus reisde hij naar het Binnenhof voor een goed gesprek. De Partij van de Arbeid met Henk Nijboer en Ed Groot, die hebben zich direct gemeld bij ons. Daar moet ik compliment over geven. En we waren gisteren welkom om dat te komen uitleggen en te bespreken. En ja, dat was een hele goede bespreking. We hebben ons verhaal kunnen doen. En eigenlijk heel veel begrip gekregen daar over het feit dat dit toch eigenlijk niet helemaal de bedoeling was van deze regeling. Hoe gaat het nu verder? En we hadden wel een beetje geluk, want die wet die over die excessieve beloning gaat, die wordt dus in het najaar, zoals we met een mooi woord zeiden, behandeld. Wordt geëvalueerd. Dus met andere woorden, in de maanden, zij schatten in november, december, wordt dat besproken in de Kamer. Dus eigenlijk hadden we ook een beetje geluk met het momentum dat we er waren. Dus ze zeiden, nou, laat ons het even uitzoeken. We hebben het hele verhaal gehoord van jullie. We gaan nu maar in de slag. We melden ons terug bij jullie. En we gaan even kijken of het via Kamervragen kan, of rechtstreeks overleg met de minister. Of dat we bij de behandeling van dit wetsontwerp het gaan doen. En de laatste heeft de meeste kans, heb ik wel begrepen. Nou, ze hebben afgesproken, met name Ed Groot, die zou het helemaal bestuderen. Die komt bij ons terug en die zal ons terugmelden hoe het nu verder gaat. Dus daar heb ik goede hoop op dat zij dat oppakken. En mocht het nodig zijn, dan gaan we daar nog een keer naartoe. En misschien met een andere partij nog praten als nodig is. Maar wij vragen even aan hun hoe we de volgende stap best kunnen zetten. Kortom, wordt in de komende maanden vervolgd.